iOS 18 is het nieuwste besturingssysteem voor de iPhone. En als je deze video kijkt, is het waarschijnlijk net uitgekomen. En vandaag ga ik de beste functies voor je op een rij zetten. Op het toegangsscherm staan controls en dat zijn al jaren dezelfde, namelijk zaklamp en camera. En die kan je dus nu naar eigen wens aanpassen. Je kan er bijvoorbeeld Spotify toevoegen, de bankieren app, Microsoft Teams, Outlook, nou wat je maar kan bedenken. En dit kan je dus voor de linker app doen, maar ook voor de rechter app. Wat ik zelf ook fijn vind, is dat je nu natuurlijk de actieknop hebt, tenminste op de nieuwste modellen. En dan kan je die bijvoorbeeld voor de zaklamp instellen, zodat je daar nog steeds makkelijk bij kan. En dan kan je hieronder de zaklamp app instellen voor bijvoorbeeld Spotify. De volgende handige functie is spraakopdrachten. Je kan een bepaalde spraakopdracht toevoegen, bijvoorbeeld foto maken. En dan zie je dus dat de camera app gelijk wordt geopend. We hebben hier een bedieningspaneel en die is wel redelijk chaotisch. Je kan hem namelijk helemaal naar eigen wens aanpassen met de plus linksboven. Dat gaat niet meer via de instellingen app. En dan kan je hier dus eigen apps neerzetten op een bepaalde plek. En je hebt dus ook meerdere pagina's waar je doorheen kan scrollen. Ik zal hem even zo uitzetten. Kijk, je kan hier zo doorheen scrollen. En dan kan je heel veel verschillende dingen neerzetten. En je kan dus ook andere apps toevoegen dan de apps van Apple. Op dit moment zijn dat er nog niet heel veel, maar er gaan er steeds meer bij komen. En dan kan je bijvoorbeeld in één keer een takenlijst toevoegen via de app Todoist. Of je kan in één keer een nieuwe e-mail opstellen via Outlook. Of naar een bepaald album gaan in Spotify. Wat je eigenlijk ook een beetje kent van de widgets. Dan de zaklamp app, die heb je denk ik al een aantal keer voorbij zien komen. Je kan hem dus breder maken, maar je kan hem ook richten op een bepaald punt. En het werkt op een hele grappige en handige manier. En wat mij betreft wel een mooie verbetering. Dan een functie die ik in eerste instantie niet zo heel vaak gebruikte. En waarvan ik me ook een beetje afvroeg wat je er nou precies mee moest. Maar je kan dus apps verbergen op twee verschillende manieren. Je kan een app helemaal verbergen. Dan komt die hier zo in de appbibliotheek te staan bij verborgen apps. En om dan een verborgen app te kunnen openen, moet je eerst Face ID gebruiken. Je kan ook een app verbergen, zodat je hem nog wel ziet tussen de andere apps. Het enige is, als je erop tikt, moet je eerst Face ID gebruiken om uiteindelijk bij de informatie van de app te kunnen komen. Nou, ik vind de functie om een app helemaal te verbergen best wel handig op bepaalde momenten. Als je iets hebt van ja, als ik op kantoor ben, dan wil ik niet gelijk dat mensen op het beginscherm eventueel die app zien. Of bijvoorbeeld in het openbaar vervoer of op andere plekken. Nou, dan krijg je dus heel mooi een lijstje met verborgen apps en pas als je daarop tikt, dan kan je die apps zien. En vooral om privé en werk een beetje van elkaar te onderscheiden, is het wel een hele fijne functie. Dan de mogelijkheid om een bericht in te plannen. Je kan dus als iemand jarig is de volgende dag alvast een berichtje versturen en dan plan je hem in voor 8 uur 's ochtends, zodat je het de volgende dag niet kan vergeten. Helaas kan je het maar 14 dagen van tevoren doen, want dat had mij wel leuk geleken als je het echt al bijvoorbeeld maanden van tevoren had kunnen doen. Dat je alle verjaardagen zou kunnen inplannen. En dan wist je zeker dat het allemaal goed ging. Als laatste nog een functie die ik niet veel gebruik, maar waarvan ik wel vind dat het veel potentie heeft. Namelijk de mogelijkheid om je iPhone te besturen met je ogen. Je kan via toegankelijkheid oogbesturing inschakelen. Dan moet je een aantal punten volgen. En vervolgens kan je dus gewoon ergens naar kijken en dan bijvoorbeeld een bepaalde app openen of een stap terug gaan. In het begin werkte dit nog niet zo heel erg goed, maar ondertussen in de definitieve versie is het echt wel heel erg verbeterd. En ik gebruik het nog niet zo heel erg veel. Want je wel echt heel erg moet focussen ook op de iPhone. Je moet ook op een bepaalde afstand houden. Maar ik denk dat het alleen maar beter en beter wordt. En dan komen we misschien op een gegeven moment van al het geswipe af. En kan je er gewoon de telefoon naast je leggen. En bijvoorbeeld naar de volgende TikTok gaan. Of misschien zelfs een heel bericht schrijven. Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Er is ook nog een lange video waarin ik nog meer functies van iOS 18 uitleg. Dit waren gewoon de dingen die ik zelf het beste vond. Help mij even door op die abonneerknop te klikken. Dan kan ik dit soort video's blijven maken. Dank voor het kijken. Dit was een video van Time to Guide. Mijn naam is Timon. En nu is het time to go.